Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht. Allereerst hartstikke bedankt voor alle lieve berichtjes op mijn video over mijn spirituele reis. Eigenlijk naar het helder zien, helder horen, helder ruiken, helder voelen, helder weten. Hoe dat voor mij gegaan is in de afgelopen 30 jaar. Dankjewel daarvoor, heel lief. En ja, fijn om te lezen dat jullie daar ook mee bezig zijn en dat het bij jullie ook stroomt en wacht even, mijn telefoon kiept. En dat er bij jullie ook van alles mag stromen en dat jullie een herkenning krijgen in de berichten die ik daar deel. Nou, dan werd me dus vaak, ik had nu een paar keer een vraag van, ga je ook die Angel Shaman Power tweelingziel healingen overdag doen? Ik doe namelijk dus vanaf aanstaande dinsdag, 3 dinsdagen op elkaar, dinsdagavonden, na elkaar, 3 healingen. Voor de tweelingzielen specifiek. Voor de tweelingzielen die in een separatie zitten, waar het niet stroomt, waar het niet door, waar het niet doorstroomt en waar je dus last hebt van bepaalde blokkades. En misschien energievortexen die gesloten mogen worden. Ik kreeg vaker de vraag van, doe je dat ook overdag? Dat had ik dus nog niet gedaan. Maar ik heb dat nu wel ingezet. Dus we hebben eentje het 's avonds. Dat zijn 3 dinsdagavonden. Te beginnen vanaf de tweede. Ik dacht dan de 9e en dan... Even, ja, dat heb ik dus weer niet opgeschreven. Maar het staat onder in de reacties. Zet ik even de link waar je het kunt boeken. Daarbij krijg je na afloop van die 3e. De week daarop. In de week daarop krijg je nog een 30 minuten consult telefonisch met mij. Zodat je dus ook nog vragen die je hebt. Wat de afgelopen 3 weken zijn gebeurd, in die afgelopen 3 weken is gebeurd, dan kun je dan vragen of specifiek voor jouw tweelingziel, et cetera. En dan heb ik dat dus nu ook op dinsdag, dat was dus dinsdagavond, maar ik heb het dus nu ook op donderdagmiddag. Donderdagmiddag om 3 uur kreeg de vraag van iemand van, heb je dan ook tijd? Nou ja, goed, weet je, dan zet ik dat neer. Mij maakt dat niet uit. Ik heb natuurlijk meer tijd dan die dagen, maar als jullie niet laten weten welke dag dat ik kan, dan plan ik het nu gewoon in. Dus dat heb ik nu donderdagmiddag. Als jij zegt van, ik zit daarmee, mijn tweelingzielenproces stroomt niet, ik loop vast, ik kom daar niet verder in, kun je me daarbij helpen? Wat gaan we dan doen? De eerste healing sessie gaan we dan het krachtveld activeren om jou en je tweelingziel. Dus dat er een soort beschermlaag om jullie heen komt. Dat jullie energie, punt 1, alleen maar voor jezelf blijft. En punt 2, dus ook bij die persoon, en dat wordt natuurlijk gedaan, kijk, spirit weet natuurlijk dat die ander, als die ander daarmee akkoord gaat, dat gebeurt niet zonder dat er toestemming aan dat hogere zelf gevraagd wordt, hè, dat gaan we wel doen. Dus als dat hogere zelf toestemming geeft, dan mag die ander ook in dat krachtveld staan. En dan wordt er een krachtveld om jullie heen gezet, zodat je dus niet energieën van buitenaf daarop in kunnen tunen. Want geloof me, dat is niet fijn. Dat heb ik vaker meegemaakt. En dat is niet leuk. En dat wil je niet. En dat, je wilt alleen die energie die jij hebt en die jouw tweelingziel heeft, mag je voor jezelf gebruiken. Mag je ook gebruiken om die verbinding tussen jullie in de energiefrequentie te verhogen. En dan moet niemand zich ermee bemoeien. Niet in de energie en niet op aardsvlak. De mensen, zo voelt het voor mij. Dan gaan we 2 en de karmische koren heden. Dus de karmische koren die er spelen, zeg maar, tussen jou en je tweelingziel. Wat misschien de vorige levens nog is. Dus we gaan ook kijken naar vorige levens. Maar dat gaan we in de tweede doen. In de tweede sessie gaan we baarmoederheling doen bij de Divine Feminine. Dus alles wat daar in jouw tweede chakra nog zit. En eventueel in de tweede chakra bij jouw tweelingziel. Die healing gebeurt op basis van onvoorwaardelijke liefde. Wat jij voelt voor je tweelingziel. Als je nu dit gaat boeken en denkt van zo, dan gaan we dat even forceren. Dan kan ik je nu al zeggen dat gaat niet gebeuren. Want ze kijken wel, de spirit kijkt wel, en ik ook, dat jouw tweelingziel heeft een eigen vrije wil. Als blijkt dat die energie gegeven wordt en die persoon wil dat niet, dan gebeurt dat ook niet. Je kunt het dus niet versnellen, het proces. Je kunt wel jouw eigen proces een handje helpen met de handvaten die ik geef. En als dan het stukje vrij is van karmische koorden, van vorige levens, van energievortexen van vorige levens, dat wil dan wel zeggen dat de weg vrij is, open is om dingen te laten stromen. En dan moet je het gewoon met de stroom meegaan. Dan gaan we de derde sessie, gaan we een activatie doen van de regenboog en de
violette vlam-energie en connecten met je hoger bewustzijn. En waarschijnlijk stroomt het natuurlijk ook weer door elkaar. Ik heb geen idee, ik laat het gewoon om me afkomen. Dat is altijd wat ik doorkrijg van mijn gidsen. Ik mag iets neerzetten en de uitvoering weet ik ook van tevoren niet altijd. Wel, dit is wat ze aangaven, maar wat ik moet zeggen, et cetera, dat hoor ik dan ten tijde van. En de tweelingzielen readingen of healingen, die gaan dan hierover. Zoals ik al gisteren aangaf, heb ik dus heel veel nieuwe decks aangeschaft. En ik heb er gisteravond nog eens even gekeken wat ik nog wilde hebben. Die ga ik ook dadelijk bestellen. Dat zijn er ook een stuk of 5, 6. Dus, maar die zijn allemaal van Liz. En Liz is al in juni met haar twin op aardsvlak. Deze decks heb ik, de Silence, de Masculine Silence. Als je in een tweelingzielenverbinding zit, waar die allemaal de mond houdt. Deze decks ga ik natuurlijk ook gebruiken tijdens de healingen. We gaan verwerken met 1 kaart voor die healing. Dat met die energie gewerkt wordt, of iedereen krijgt een aparte kaart, dat weet ik nog niet. Ook daarin laat ik me leiden. Dan krijg ik, en zeker in dat telefoongesprek, kan ik natuurlijk gebruik maken van deze kaarten. De kaarten van de Divine Masculine Dark Truth, dat hij of zij dat niet ziet. We hebben allemaal een masculine energie. De kracht waren dus de kracht messages van de Divine Masculine. Divine Masculine comes home. Dan had ik nog, dat is allemaal van Liz. Meet the Angels, ook een hele mooie set. En deze messages from heaven, van de engelen kaarten. En dan hebben we nog deze 3. Divine Feminine Power Messages, die gaan jullie zeker krijgen. Dus waar jullie dus echt aan mogen werken, dat gaat dus stromen. Ik ga daar wel eens eventjes in pakken. You are a leader. Dus jij mag het voortouw nemen. En ja, dat is omgekeerd, dus dat was de kaart. Dus dat is jouw stukje. Jij mag al stappen zetten. Kijk, als jij stappen zet, dan volgt die ander. Dat is een tweelingzielverbinding gewoon. Als mijn tweelingziel een stap zet, dan ga ik volgen. Ook al weet ik niet precies hoe hij stappen zet of welke stappen dat hij zet, dat hoeft niet. Ik voel het dat er stappen gezet worden. Ik voel ook als er blokkades zijn. Ik voel ook als hij verdrietig is en als hij niet lekker in zijn vel zit. Ook dat voel ik, want dan voel ik het ook. Dan voel ik me ook niet lekker in mijn vel. En dan kan ik wel denken dat over me heen komt. En dan voel ik me net heel erg goed. Van wat is dit? En dan ga ik even intunen van wat is er bij jou aan de hand? En hoe voel ik dat? Of hij geeft het aan via telepathische communicatie. Maar ja, daar ga ik mee werken. Twin Soul Healing Oracle, ook weer een boodschap. Ik heb het gevoel dat daar ook een boodschap mag komen. En Respond with Love. Dus doe het met liefde. Want liefde is de hoogste energiefrequentie. En dan hebben we nog de Twin Flame Oracle. Die had ik al. Maar ja, dus zoals gezegd, die andere ga ik ook aanschaffen, want ik vind ze fantastisch. En daar ga ik dus mee werken, zeker in jouw telefonisch consult. Als je nu zegt van, daar heb ik geen tijd, dat kan dan niet. Laat het even weten, misschien doe ik het in juni nog een keer. En als dan mensen zijn van, die dag kan ik wel, dan ga ik in juni nog een keer dat doen. Ja? Als je dan zegt van, daar wacht ik niet op, dat duurt me te lang. En die wil een tweelingzielreading boeken van via YouTube. Dat je al die kaarten kan gebruiken, of waar ik dan toe geleid word. Ja, dat mag ook. Ook die link zet ik in de infobox of in de reacties. Waar je dus kunt kijken voor een tweelingzielreading. Dankjewel voor het luisteren, voor jullie aandacht. En ik wens jullie een hele fijne dag, een fijn weekend. Namaste. En wie weet zie ik jullie dinsdag in de Zoom-sessie of donderdag in de Zoom-sessie overdag. En ja, hou er rekening mee. Je kunt daarna wel moe worden. Dus ja, plan dan niet veel meer 's avonds. Maar in ieder geval neem de tijd voor jezelf. Goed, dankjewel voor het kijken en namaste. En tot snel. Doei doei.